heide en schapen, dat woord bij elkaar. Als je niks doet aan de heide, dan wordt het vanzelf weer bos. Mijn naam is Clemens Oudergroenige en ik ben de herder hier van de Willem Arnshoeve. We zijn hier met 220 Veluwe heideschapen. En wij komen hier in de zomer en in het najaar. En dan grazen wij het gras, dus die pijpstrootje, die hier wat weelderig groeit, die grazen wij weg. Schapen zijn selectief, hè? Dus die grazen hier en die grazen daar. En dan blijven er dus polletjes staan. En juist die variëteit, die is belangrijk. Want in zo'n polletje, daar kan van de winter een insect schuilen. Utrechtse Heuvelrug is op de Veluwe na het grootste natuurgebied van Nederland. Hè? Dus denk niet dat de Willem Arnhems iets op zich is. Het maakt onderdeel uit van een veel groter landschap met hele bijzondere waarden. Want waar zie je nou zoiets als dit? Hè? Waar zie je dit nou? Mooie heuvels, afwisseling van pijpstrootje, heide. Je ziet in ieder geval twee soorten heide daar. Dopheide en gewone struikheide. Je hebt eiken hier. En je mag er ook nog eens dwars doorheen lopen. Wat ik dus zelf heel mooi vind, is als je dan hier komt te wonen, dat je in een heel oud cultuurlandschap woont. Die dan ook nog eens onderhouden wordt met levend erfgoed, hè, zou je kunnen zeggen. Hè, met een kudde met Veluwe heideschapen. En als je dat voor je deur hebt, ja, wat wil je dan nog meer?